Hartstikke welkom bij deze update over de planten. Mijn kweekkamer is zo leuk. Dat wil je niet weten. Ik heb dit nog nooit van mijn leven gedaan, hè? Serieus niet. Ik heb altijd leuk gevonden om voor planten te zorgen. En dan voor de sier zo, hè? Maar dan nu gaan we kweken. Dat heb ik nooit gedaan. Nou, zover ben ik nu. En ik ga hier plantenwater geven. Even het geladen uit. Het is nog één grote bende, zie je dat? Allemaal troep. Die ben allemaal nog weg. Deze stoel is van mijn dochter. Ha, 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 ha. Die moet weg. En daarachter staan van die kartonnen dingen en ik vraag me af, kan ik daar nog wat mee? Maar anders moet het maar weg. Dat kussentje daarnaast is van mijn dochter. Daaronder liggen wollen kleden, dekens. Die heb ik ooit gekregen van mijn zus. En ze zijn te mooi om weg te doen. Dus die moeten dan een nieuw doel zien te vinden. Ik weet niet wat, maar die kast ben ik heel blij mee, die blijft. Dat is een blijvertje. Dus die oude doos met allemaal nog spullen erin, hè? Die heb ik helemaal netjes, al dat ijzer. Dat is behoorlijk veel ijzer. En dit is dus de nieuwe partij. Dit is het voormalige bureautje van mijn dochter. En die puinhoop erop is hevig aan het veranderen. En voor de rest is het nog steeds dezelfde puinhoop. Die elektra, dat slaat nergens op, maar dat kan een andere keer wel. Nog steeds is het een lullige stroomaansluiting, maar dus het werkt allemaal geweldig goed. Waar ik vooral blij mee ben, zijn dat die, kijk, dat ding een beetje kan moven. Dan maar. De basilicum, dat vind ik, dat doen we deugd. Die ui, dat is nog steeds helemaal niks. Ui en, is het bosui en die andere is knoflook. Dat wordt ook helemaal niks. Dit is de koriander, dat gaat ook niet goed. Ik weet niet waarom, hoor. Een flauw idee. Kijk, dit gaat goed. Dat zie je. Allemaal super klein. Dit is cerré. Dit is citroengras. En dit vind ik ook leuk. Dit is mijn peterselie. Dit is een beetje uit elkaar gelopen. Maar die ziet er op zich wel happy uit. En dit is denk ik een knoflook. Maar die peterselie smaakt goed. Dat is een lekkere voor een stoofgerecht. Maar dan wil ik wel zo'n hele grote volle bos. Maar dat komt nog wel. Dit is mijn basilicum. Ik heb die basilicum getopt. En die dingen zet ik allemaal in een potje met water. En proberen te stekken. Ik ga nu wat water geven. Hoe je dat moet doen. Je moet voelen aan de aarde wat de temperatuur is. Die aarde moet aan het afkoelen zijn. En dat betekent dat er water aan het verdampen is. Dus als er water aan het verdampen is in de aarde, dan koelt die aarde af door die verdamping. En dan is die koeler dan de rest. Dus de aarde moet een beetje koel zijn. En niet sompig natuurlijk. Het is een truc hoor, om de balans te vinden. Je kan ook zien dat ik in een aantal potjes heb ik
grondschimmels. Dit is mijn Madame Jeannette. Het is verkeerd omgeschreven, maar dat is het eerste etiket. Dit is goed geschreven, Madame J. Ja. July 4th. Goed in de gaten houden, hè? Wanneer je, als je gaat zaaien, dat je opschrijft wanneer je het gezaaid hebt. Want dan weet je wanneer je ermee op moet houden. De 2-3 weken, dan moet het wel komen of het komt helemaal niet. Hè? Nou, dit dragon is goed gelukt. Dit is denk ik ook dragon. Ja, is ook dragon. Ik heb gekozen voor meerdere zaakjes per pot. Dat kan wel. Ja? Hier heb ik er 2. Dus, zo dadelijk moet ik ingrijpen. Of ze moeten het samen maar redden. Dat weet ik nog niet. Ze krijgen in elk geval een grotere pot. Dat zonder meer. En ja, dat is een kwestie van tijd. Ik doe dan keren om ze een beetje rechtop te laten groeien. Want alhoewel ik bijlicht aan de bovenkant, trekken ze toch naar het raam toe. Hè? Dat betekent dat ik niet echt genoeg licht heb. Dus ik ben al lampen aan het bijkopen. Misschien beter maar 1 keer een hele dure lamp kopen in plaats van al die rotzooi. Maar voorlopig doe ik het met rotzooi. Gewoon punk. Dit vind ik heel goed gelukt. Dit ben ik erg blij mee. Dit is mijn Thaise basilicum. Wist je dat je tegenwoordig in Nederland dit spul niet meer kan kopen? Vers. En dat is de Seree nog steeds. Thaise basilicum. Thai basil. Ja, die doen het goed. Daar heb ik toch heel veel zaadjes van. En die doen het dus goed. Dus hier kan ik een oerwoud mee gaan maken. En het is een hele lekkere basilicum. Want er zit een anijssmaak in. Gaat heel goed in curry. Een gewone basilicum niet, hè? Het slaat helemaal nergens op. Maar die Thaise basilicum heeft zo'n sterke smaak. Die kan heel goed tegen heetheid. Is die Seree. Dat is altijd lekker. Ja, dit zijn alle, ja, noem het maar stekjes. En hier heb ik nog geen stekpoeder. En inmiddels heb ik dat wel. Kijken of dat helpt. Nou, je weet het niet. Dus, gewoon proberen. Ook hier weer voelen hoe warm de grond is. Dit is mijn peperplant. Leuk zijn die, ja. Hele mooie plant. En dat groeit dan toch in zo'n omgeving. Kijk nou eens even. Oh. Heb ik nou wel. Ik kan hem even op pauze zetten. Laat maar even doorgaan dan. Doe ik hem straks op pauze. Ik kan het niet goed zien. Nou ja. Kijk eens, en hier komen de eerste vruchtjes. In die dingen zitten nou van die bolletjes. Dat worden pepers. Kijk, daar zie je ze hangen. En de film stopt ermee. Nee, dat is leuk. Oh, nu gaat hij wel weer lopen. Oké, dat is ook best. Kijk, dat zijn mijn pepertjes. Eerste. Bereshit, first fruit. Leuke. Al die planten met hun eigenheden,
Allemaal zo verschillend. En dat groeit maar. Hè? Zo. Ik heb nu maggiezaad in potjes. Dit is die Madame Jeannette van de Tanoa uit de Steenstraat. Nou, dan komen we dan met de Hashimayin. En dan gaan we op de grond. En je doet eerst een kletsje. Dat is niet per se water geven. Dat is alleen de bovenkant bevochtigen. En dan maak je die bovenkant weeks. Dat wordt als een spons. Hè. Je maakt de spons eerst nat. Eerst de spons even nat maken. Dus het bevochtigen van de spons. Daar gaat het om. Nou, dan gaat het allemaal zo intrekken. En laat je lekker gaan. Je komt nog een keer terug. Ja, of niet, maar... Ligt er een beetje aan, maar als hij echt droog was, is het eerst bevochtigen. En dan terugkomen. Ja, hier zie je bij die rechte pot dat er nog water blijft. Hier blijft ook nog water staan, hè? Dus dat moet je iets meer tijd geven dat het helemaal gaat bevochtigen. En als het ingetrokken is, dan is het moment om er een nieuwe klats op te gooien. Deze kan nog even wachten, misschien, maar... Dit soort dingen kosten tijd. Hier zit hij goed ingetrokken. En daar... Oh. Moet je naar kijken. Nou, weer een glas water erin. En dan giet ik hier vanaf de rand. Dat er zoveel mogelijk voedingsstoffen uit de aarde worden gebruikt. Dus je kan je voorstellen dat zo'n plant die gebruikt het midden. En je wil het vanuit de buitenkant ook naar binnen gestroomd hebben. Dus aan de rand water geven dan. Dat hoeft niet heel precies, maar... Met koffiezetten doe je dat ook. Dus ook een beetje langs de rand. Gewoon voor de fun. En je ziet zo lekker intrekken. Mooi is dat, hè? Je ziet helemaal zo... Verdwijnt al dat water zo in de grond. Zo. Oep. Ook die potten die ik hier gebruik, dat heb ik van Wim Kruidentuin. Dat hij zei, neem toch plastic. Geen gezeur, gewoon plastic. Belangrijk is dat er een opening zit aan de onderkant. Meer niet. Openingen 3 of zo. Dat die kan overstromen. En dat het water dan weggaat. Je kan een keer te veel water geven. Zo. Ik heb hier dan van die grote bakken, hè, waar die potten in staan. En ik wil daar op termijn mee ophouden. Op termijn wil ik eigenlijk nog maar één, een soort bak. En daar staat alles in. Dat is veel handiger. Al die losse plastic dingetjes heb je niks aan. En eventueel maak je dat er maar zelf met plastic of zo. Hè? Ja, toch? Opstaand randje, stuk plastic ertussen. Ik zie dat hij heel traag reageert. Als ik maar klik, dan gebeurt er helemaal niks. Maar dat wordt wel wat, hè? Dus, Oh, die stellages zo. Zo. En die gordijnen, die moeten nog weg, maar ja...
Ze zijn van mijn dochter. En ik wil dus aan de rechterkant, wil ik het, waar nu dat, dat ingenieursbureautje staat. Oh, die stoel moet ook weg. Die heb ik helemaal niks aan. Stoel moet weg. En dat bureautje mag blijven. En dan wordt het de. Ja, de ja, een werktafel. Het is onhandig dat je hier geen stromend water hebt. Maar er is wat aan te doen. Ik kan eventueel met een slangensysteem, ja, kan ik hier wel weer water maken. Voorlopig ga ik als eerste werken aan het beregeningssysteem. Want ik wil nevelen. Dus dat je elke ochtend een half uur voordat de lamp aangaat, dan komt er eerst een nevel. En als de zon onder is, dus als de lamp uit is, dan komt er weer een half uur lang nevel. Maar voor de rest niet. En dan nog steeds water geven, natuurlijk. En water geven blijf ik denk ik toch het liefste doen op de hand. Denk ik. Maar nevel is wel goed. Mijn leliegras hier in mijn woonkamer, die heeft van die bruine puntjes. Dat komt omdat de luchtvochtigheid te laag is. Dus dat betekent dat ik de luchtvochtigheid in die ruimte omhoog moet gaan krikken. Maar dat moet wel kunnen. Niet te hoog, want dan gaat mijn gereedschap roesten en mijn kleding schimmelen. Maar dat is ook een kwestie van ventilatie. Nee, het lijkt me wel wat. Goede warme lampen. Goede ventilatie. En een hoge luchtvochtigheid. En spul wat er tegen kan. En wat je niet kan zien, rechts achter je, daar staat ook een kast van mijn dochter. En die moet ook weg. Die doet echt momenteel helemaal niks daar. Die moet ook pleiten. En dan komt die hele rechte muur komt vrij. En tegen die muren komen. Ja. Die ga ik aan de muur maken. In elk geval. Dan maar boren. En dan heel simpel. Het hoeft niet veel te dragen. En misschien als het. Ja, dat spul van de action. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Misschien dat je dat daarvoor kan gebruiken. Maar. Er is genoeg. Ik moet mijn vriend Wout maar eens gaan bellen. Wout de drummer. Of die niet hout heeft. Want het maakt niet uit wat. Maar stukjes hout. Met van alles maak je wat. Ik heb een decoupeerzaag. Ik kan een cirkelzaag huren. Dus
Oh ja. Ik wil van mijn ex, wil ik die Black & Decker Workmate terug. Dat is wel fijn met zo'n project als dit. Maar zo niet maakt me dat ook helemaal niks uit. Nee, laat die Black & Decker Workmate maar zitten. Ik heb genoeg gezeik aan eerste stadium. Want aan de rechterkant, zeg nou zelf, het is een ideale plek voor seree. Citroengras. Dus de... En dan die potten zo iets van de grond. Lijkt mij... Ja, lijkt mij wel, ja. Met hoe, ja. Nou, die potten moeten in elk geval in een soort bak komen te staan. Er moet een bak komen en daar komt de seree en de bamboe. En dan moet ik door die hele, langs het plafond moet ik iets handigs hebben. Met dat ik overal een lamp op kan hangen. Dus een soort lichtvloer. Dat is een term uit de theaterindustrie. Iets aan de bovenkant met gespannen kabels. En dan kan ik overal een lamp aanhangen. Ik krijg morgen 2 lampen binnen. En 18 augustus krijg ik er weer 2. Dus dan heb ik er 6. En ik heb gegokt dat ik het kan doen met 10 lampen. En dat overleef ik financieel. 10 lampen. Dus dan... Ik zie erg uit naar die pepers, hoor. Ik zie mezelf al een toekomst hebben. Een peri-sambal. Herrie met peri. En kerry. En dan alles totaal organisch en zo ontzettend heet... Dat je moet huilen bij de gedachte dat ze mij in leven hebben gelaten. Nee, tot de volgende over mijn kweekkamer. Want jullie zijn nog niet van mij af. No way. Met die planten en zo.